Mevrouw Das, u heeft zich nogal opgewonden over het feit dat de vlaggen allemaal nog hingen op zondagochtend. Wat is er precies aan de hand? Nou, de vlag die hoort voor zonsondergang, hoort die binnengehaald te worden. Want het is een schande dat de vlag buiten hangt, want je moet het met eerbied behandelen. Ja, en wat is het echte protocol? Kunt u dat eens vertellen? Hoe zou het eigenlijk moeten? Nou, iedereen die wacht, die is blij dat de koning er is. En wij zijn blij, je hangt de vlag uit, je toont het. Maar dan moet je ook zorgen dat je de eerbied hebt voor de vlag, dat je als de zon onder is, dat die naar binnen gaat. Dan moet die verstreken worden. Ja, misschien. En dat is de stijl van de vlag, daar moet je voor zorgen. Ja, zou het kunnen zijn dat mensen dat wellicht niet bewust doen, maar dat gewoon niet nee, weten? Nee, ze vergeten het, ze zijn te slordig. Ze hangen hem op, want ze zijn begin enthousiast, maar dan zijn de andere dingen en dan worden ze ook s'avonds in beslag genomen. En dan vergeten ze dat het donker wordt, want de lamp die gaat automatisch aan. Maar de vlag zijn ze vergeten. Ja, is natuurlijk jammer. Ja, wat zou je tegen al die mensen willen zeggen die dat niet hebben gedaan, niet zorgvuldig? Dan zou ik willen zeggen, mensen denken ze om de vlag. Je hangt hem op, je bent blij dat we een koning hebben. Je wil vlaggen, maar zorg ook dat hij s'avonds binnen is, dat hoort niet. En zeker niet de hele nacht buiten laten hangen. Dat zondagochtend hangt er nog een vlag met een wimpel. Nou, dat is gewoon een schande. Ja, bent u wel van mening dat het wellicht met mij eens dat er altijd nog ergere dingen zijn dan dit? Er zijn natuurlijk ergere dingen. Maar als je zo rond de Koningsdag zo'n feest hebt, iedereen is met feest. En ze weten blij, ze jachen, ze maken muziek en ze zijn blij. Dan hoort de vlag erbij. Maar als het avond is, hoort de vlag in de kast.